Akkawakka is een heel compact solar ledlampje, wat met een heel klein zonnepaneel, doordat het zo efficiënt is, met 8 uur zonlicht 16 uur leeslicht kan geven. En wat zodanig betaalbaar is, dat ook mensen die niet meer dan $2 per dag verdienen, en dat is in de derde wereld natuurlijk voor heel veel mensen het geval, toch betaalbaar is. Over het feit dat we als samenleving echt op de verkeerde weg zijn. En dat er echt urgent iets drastisch moet gebeuren, willen we kunnen voorkomen dat er echt rampen gaan gebeuren. En die zijn er nu al in derde wereldlanden, waar ze het geld niet hebben om de gevolgen daarvan te kunnen opvangen. Mensen hebben dat gevoel heel erg goed, maar ze hebben ook een leven. En ze leven niet om het milieu te redden. Ze hebben hun hypotheek, ze moeten naar de sportclub, ze hebben dit, ze hebben dat. Dus het is gewoon moeilijk voor mensen om dat dagelijks in de praktijk te brengen.